Er is eindelijk geflirt. Oké, bij de ene boer ging het iets gemakkelijker dan bij de andere boer. Maar de eerste vonken lijken te zijn overgeslagen tijdens de groepdates in de nieuwste aflevering van Boer zoekt vrouw. En we hebben nieuws over boer Willem. Samen met fan van het eerste uur, Mariette Oosterwijk, bespreek ik alle ins en outs. Mariette, welkom. Wat een bomvolle aflevering was het gisteren. Ja, superleuk. Ik was even vergeten dat in één aflevering alle vijf de boeren moesten beslissen met wie ze de logeerdate in wilden gaan. En daar kan Wies de Mol nog wat van leren, hè? Want hier gebeurde tenminste wat. Ja, ze hebben en gekozen en een date gehad. Ja. We weten inderdaad wie mee te de logeerweek gaan. Heel leuk. Laten we de keuzes allemaal even doornemen. We beginnen bij boer Geert. Ja. Verrassend of niet? Nou, hij had een theorie, hè? Hij zat een beetje te murmelen. Hij zat een beetje dicht bij Yvonne. Ja, hij zat er ook een beetje op. Haar hond zat ertussen. Ik weet niet waar ze bang voor was, maar het was een beetje Samson en Geert. Maar hij had een theorie. Hij zegt, ik heb niet te enthousiast gedaan naar geen van allen, want dan zouden anderen zich weer terugtrekken. Dus ik heb me een beetje op de vlakte gehouden. Dus ik heb geen idee wie die nou echt leuk vindt. Alleen, het is dus Esther, Angela en Vera zijn het geworden. Nou, ik ben helemaal voor Esther. Die kwam lekker op haar sneakers. Hele gezonde houding naar die roze shirtjes zien dagdeed. En Vera helemaal rechts, ja, dat heb ik de vorige keer al gezegd. Ik vind haar ze heeft een wat moeilijke aura. Ze heeft het op haar site over yin en yang. En ze vindt boeren prima, het boeren. Maar dat moet dan wel het liefst op een biologisch dynamische manier. Haar toekomstige vriend moet de puzzel van haar ziel leren kennen. Nou ja, goed, ik denk Geert, doe het niet. Dus nee, wat ik zei, ik doe mij lekker Esther op haar gimpen. Wat moet je nou pumps op de boerderij? Waarom ga je met pumps naar een dagdate? Wat heb je te verbergen? Of wat wil je? Vera had hoge pumps zijn inderdaad, maar dat is helemaal niet praktisch. Nee, dat is helemaal niet praktisch. Nee, hij heeft het dus wel meegenomen voor een logeerdate, maar ik vind het geen combi. Terwijl Geert zegt, de vrouw mag langer zijn, want ik ben er maar een klein mannetje. Maar kijk, Geert houdt van zonne, van winkelen, van uitgaan, van vakantie. Het zijn niet allemaal dingen waar Vera van houdt. En dus ja, ik heb een goed gevoel bij Esther. Dus. Nou, we gaan het zien. Geert moet kiezen. We gaan het zien. Dan gaan we van Geert naar Gert-Jan. Die werd emotioneel toen hij bij Yvonne zat. Ja, grote man, klein hartje. Maar ik vind het een slecht teken. Want als je van vijf vrouwen niet weet wie je naar huis wil sturen, dan steekt er dus niemand bovenuit. Dan zijn ze dus allemaal oké. Okay. Allemaal een zeventje. Dus het is voor hem super moeilijk, want hij heeft zijn keuze gewoon nog niet gemaakt. Maar Irene en Mieke naar huis, wat vind je ervan? En nou, Mieke is die vrouw die we thuis hebben gezien, hè, met haar honden. Ze vocht hondjes. En maar ik zie ook nog niet echt verschil tussen de dames. En op een gegeven moment zegt hij van een paardentand en een vrouwenhand staan nooit stil. Hè? Ja, geweldig. Hè? Hadden we hier maar tegeltjes, dan had die het zeker gered. En ik gun hem echt de liefde en hij kan het. Want wat ik zei, 17 jaar relatie gehad. Hij is ook nog eens 12 jaar getrouwd geweest. Dus hij weet zeker hoe het moet. En ik hoop dat bij deze drie iemand bij zit. Ik hoop het ook voor hem. Ik ben benieuwd. En bij Annemiek, zit daar iemand bij, denk je? Zo, nou. Ze biechten dus op 's morgens, hè, dat ze er niet zo heel veel zin in had. Nee, dat hadden wij al verwacht. Maar de activiteit van haar was heel leuk, want ze is heel fanatiek en sportief. Dus dat bracht een glimlach op haar gezicht. Halverwege de middag waren er een paar blote basten. Dus dat was fijn. En ik vond dat het weer inkakte aan tafel was. Het was een doodse stilte, verschrikkelijk. Steven zat half in de open haard. Vond die andere mannen wat lastig, maar je kent het spel. En gelukkig redde Jelte de boel. En dus zij zei meteen, jij scoort punten. Dus hij mocht, je wist meteen al, die mag mee naar die de boerderij. Die mag blijven. Want wat vind je van haar keuze? Want ik heb hoop, misschien zit hij ertussen. Jelte vind ik een leuke vent. De meeste man die ertussen zit. Hij werkt op een uitzendbureau in de agrarische sector. Steven is verpleegkundige, is vrijwilliger ook voor Stichting Kenia Kinderen. Dus hij heeft een goed hart, een zacht hart. Maar dus een beetje last van de andere mannen. En Erik, die linksboven, die is kleiner dan zij. En haar stagiaires hebben gezegd, nee, zij wil zeker een man die groter is. Dus ik blijf erbij dat Erik linksvoor binnen is gehaald om haar op een hoger niveau in de paardenwereld te krijgen. Maar hij reageerde ook helemaal niet. Hè? Erik, hallo Erik, Erik, je bent door. Dat was een beetje een raar moment. Nee, daar spat er niet de vreugde vanaf. Helemaal niet. Nee, dus we gaan het zien. Bij Bastiaan daarentegen werd wel geflirt. Hij kreeg het er warm van. Ongelooflijk. En dat vond ik wel mooi. Ik vond het eigenlijk interessanter hoe het tussen de vrouwen ging. Want Milou stond er een beetje buiten. Hè? Dat is echt een mannenvrouw. Zij heeft al een beetje het hart gestolen van Bastiaan, heb ik het idee. Dan heb je Madeleine en Elise, die komen uit Zeeland. Madeleine, de tweede van links,
wil verpleegkundige worden bij de marine. En Elise heeft een paard en komt uit Zeeland. Ik vind die twee dames wat dichter bij Bastiaan staan dan Milou. Zij heeft, volgt de schrijfcursus in L.A. En dan vind ik de stap van Los Angeles naar Zeeland vind ik een vrij grote. Bovendien vindt Bastiaan het ook leuk als de toekomstige vriendin zijn boekhouding doet. Nou, dat zag ze niet zitten. Maar, veel te saai. Veel te saai. Dus ik denk dat voor de show is het leuk dat Milou hier links erbij zit. Maar ik gok toch meer dat de keuze wordt rechts of de tweede van links. Dat hij een van de buurmeisjes kiest. Ja. Dan hebben we Boeyan, de laatste. Ja, Boeyan. Stapelbed, hij hoeft niet naar IKEA. Nee, hij gaat voor een tweede leg. Want de drie dames die over zijn gebleven, die hebben nog geen kinderen en willen heel graag kinderen. Dus Boeyan krijgt sowieso kind nummer 5, 6 en misschien wel 7. Het is een beetje vegan vegetarisch, hè, heb ik het idee. Want Vera was jarig en die trakteerde op een vegan taartje. En Vrouwtje was kippen aan het schieten. En toen zei ze, als mijn vrienden me zouden zien, dus die stop ik in het vegetarische hokje. Daar is hij veel te nuchter voor. En Nienke is trouwens niet de jongste, dat dachten we de volgende keer. Nienke is 30 en Vrouwtje rechtsboven 27. Nu weet ik niet hoe oud Vera is geworden. De leeftijden mag je kennelijk niet meer zeggen. Wordt niet meer benoemd. Maar goed, de andere dames hadden kinderen, deze drie niet. En zij gaat inderdaad waarschijnlijk voor de tweede leg. Ja, superleuk. En trouwens, hij is verlaten door zijn vrouw. En hij vertelde dus dat hij heel erg aan de drank en het roken was geslagen. Hè? Dus dat vond ik wel, ik denk, nou, tell me more, interessant. Kijk, nou. Ja, het ging bijna de diepte in. Dan moeten we daar volgende week dus even in de koelkast gaan kijken. Ja. Maar die ben ik benieuwd. We hebben ze besproken. Maar heb jij nog Willem nieuws? Ja, uiteraard. Uiteraard. Ja, Willem. Fantastisch. Boer Willem heeft internet te volgen. Ja, Willem heeft zijn eerste date gehad met, jij weet de naam, Rebecca. Ja? Is het gebeurd? Ja, ja. Kijk, hier zit ze. Hij heeft haar thuis bezocht. Ze hebben elkaar dus al veelvuldig telefonisch gesproken. En nu zit hij daar. Nu zijn ze gaan wandelen in de provincie Utrecht. En het is zo mooi als je op internet kijkt en dan zijn moeder die wacht dan de cameraploeg op en dan zegt ze, ja, Willem zit nog even in bad. En het is zo fantastisch. En het is zo jammer dat Willem de tv niet heeft gehaald. Dus ik wilde voorstellen om volgend seizoen gewoon de boeren die het minst aantal brieven hebben op tv te doen en de boeren met het meest aantal brieven gewoon online. Want Willem heeft gewoon een plek op tv nodig. Dat iedereen is gewoon boer zoekt vrouw. Ja, toch? Dat is, lekker dat ongemakkelijk. Dat is zoals het zou moeten. En ja, ik raak niet uitgekeken op Willem. Dus Nou, wij blijven hem in ieder geval volgen. Ja, toch? Zeker. Benieuwd of het met Rebecca wat gaat worden. Ja. Nou, dankjewel Mariette. Volgende week gaat de befaamde logeerweek van start en worden de dates aan het werk gezet op de boerderij. Wij houden uiteraard weer alles voor je in de gaten. Heb je thuis nog tips die wij niet kunnen missen? Mail ze dan vooral naar video@telegraaf.nl. Tot volgende week.